Mijn naam is Michele Ikskes. Ik werk sinds 2008 in het CWZ. Ik ben internist. Ik heb 2 aandachtsgebieden, nierziekte en acute geneeskunde. We hebben nooit een dag dat hetzelfde is. Ik ga iedere dag, verheug ik me alweer als ik een nieuwe patiënt krijg, denk ik van wat zou het voor iemand zijn en wat gaat hij mij vertellen? Hoe is het met u, meneer Bolfouwers? Nou, het gaat goed. Ja. Ik had een tijdje geleden had ik een oudere man en die was rechercheur geweest bij de politie. En die zei, ik had meteen in de gaten, toen ik u de eerste keer zag, die gaat tot de bodem. Dat vond ik wel heel erg leuk, wat een leuk compliment van die man, want het was een hele precieze man. Ik werk ook, ben ook een precies iemand en ik wil het helemaal weten. Ik denk dat als je goed contact maakt met mensen en dan dat ze ook echt aan je zien en geloven van ja, deze dokter heeft er alles aan gedaan, dan is het ook genezend. Dan kom je wel misschien niet van je klacht af, maar wel voor een deel ben je je onzekerheid kwijt. Er zijn ook dingen die mensen zelf kunnen doen. Dat vind ik ook een heel leuk ding aan aan het werk zeg maar, op de polykliniek. Lukt het je om toch nog wat dingen aan te passen in je voeding en soms te stoppen met roken? Ja, en als mensen dat lukt, en dan ben ik ook degene die dan zegt van ja, groot compliment. Dat heb je goed gedaan, weet je. Dat is soms meer waard dan de medicijnen die je geeft. Ja, dus die mevrouw die ik in de dienst heb opgenomen met die ernstige nierinsufficiëntie. Ik kom hier iedere dag met plezier werken. Ik heb een ontzettend afwisselend beroep ook, met polykliniek en de eerste hulp en de dialyseafdeling. Dus het is een superleuk werk.